In de eerste wedstrijd van het seizoen viel hij al na 20 minuten uit met een zware Achillespeesblessure. Kali gaan we niet terugzien. Vrijdag 9 februari maakte hij zijn rentree bij Jong FC Utrecht. Ja, we hebben het in principe gewoon heel rustig aangedaan en de dokter had gezegd tussen de 4 en 6 maanden en uiteindelijk hebben we gewoon 6 maanden aangehouden om een pees gewoon weer op volle sterkte te krijgen en mijn spieren sterker maken en dat is goed gelukt en ik heb 2 weken met de groep getraind en vandaag 45 minuten, dus ja, de kop is eraf. Maakt het je trots om, zei het dat het de Westmaat is, maar toch weer in dat shirt van jouw clubje FC Utrecht te staan? Ja, dat zeker weten. Ik bedoel, ik heb maar 1 wedstrijd gespeeld. De eerste wedstrijd raakte ik geblesseerd en ik had me erop verheugd natuurlijk. Hè. En afgelopen seizoen een goed seizoen gehad bij Willem II. En dan kom je bij je nieuwe club, hè. Utrecht eigenlijk, mijn club. En dan raak je na 20 minuten geblesseerd, ernstige blessure. Ja, dan heb ik wel echt naar uitgekeken naar deze dag. Dan valt er een doelpunt, ik meen de 3-1. En het eerste wat jij doet is coachen en mensen neerzetten. Ja, absoluut. Want als je jong bent en je hebt een jonge groep. Als je 2-3-1, 4-1 maakt, dat je dan denkt van oké, nou gaan we lekker leunen. Of we hebben al de wedstrijd gewonnen. Maar dat is niet zo, want je moet nog een hele stuk. En ja, ik hou ze gewoon scherp. En dat heb je vandaag goed gezien, dat hebben ze goed opgepakt. Als jij één moment moet aanwijzen waar je dan aan denkt is een revalidatie, welk moment is dat dan? Ja, kijk, zoals die wedstrijd tegen Ajax die we hadden gespeeld laatst thuis. Ja, dan denk ik toch wel aan de wedstrijden waar ik altijd meespeelde. En tegen Ajax, dan was het gewoon volle bak en volle stadions natuurlijk. En, die 6-4. De 6-4, de goal natuurlijk. En de gekste wedstrijd die ik ooit heb meegemaakt. Het is Kali die het deze keer doet. Daar heb je de afgelopen maanden over gedroomd en binnenkort gaat dat weer werkelijkheid worden. Ja, klopt. Kijk, ik heb lang naar uitgekeken naar deze mooie dag. En ja, nogmaals, het is een geslaagde avond. Gewonnen. 45 minuten. Ik ben heel. En de wedstrijd voelt me goed ook, conditioneel. Dus ja, nu helemaal meer. En dan ga je de kleedkamer in. Is het rust? Ben je dan zo'n jongen die dan aangeeft, toen nou trainen, geef me nog een kwartiertje langer? Ja, dat had ik wel gewild, maar... Ik denk ook de medische staf en de hoofdtrainer, die heeft gewoon gezegd 45 minuten en meer niet. En ja, ik heb nu al lang genoeg gerevalideerd dat ik weet dat ik rustig aan moet doen en niet gelijk volle bak gaan of nog een kwartiertje, 20 minuten, dat heeft in principe geen zin.